Oké. Ivo, jouw eerste zin is: uw zoon zit vast in een leugen dat hij geen kansen heeft gekregen. Mama, je bent de beste. Sorry als je mij boos ziet. Uw zoon zit vast in een leugen dat hij geen kansen heeft gekregen. Wat zijn we aan het doen? We zijn een clip aan het opnemen voor een spoken word die we hebben gemaakt. Gaat over etnisch profileren. Wat ik bijvoorbeeld zeg is dat we bij iemand thuis komen, bij een mevrouw, omdat we aan haar gaan vertellen dat haar zoon bij ons is. We hebben hem opgepakt voor een woningoverval. En dat die vrouw ons niet gelooft en dat ze uiteindelijk zegt dat dat komt door dat we discrimineren als politie. Maar het is een jongen die wel degelijk die overval heeft gepleegd. En in de praktijk is het voor ons soms best wel moeilijk om iemand daarvan te overtuigen, omdat mensen vooroordelen hebben. En dat maakt het voor ons gewoon lastig in het werk. Bij echte zit een beetje de nadruk op. Hij is het enige echte slachtoffer. Als... Doe je zelf ook nog mee? Ja, ik ga zelf ook een, denk ik, bescheiden rol spelen in de video. Ik zal de aftrap doen, maar dat doen we op een andere locatie. Maar het zijn wel mensen waarmee ik in principe wel wat heb. Weet je? Het zijn collega's die ik ook heel goed ken. En er zijn ook de niet-collega's, zeg maar. Ook waar ik een behoorlijke klik mee heb. Sommige ken ik al meer dan 10 jaar. Sommige zie ik heel vaak, sommige wat minder. Maar wel allemaal mensen waar ik iets mee heb en die wilden graag meewerken hieraan. Hebben we nog wel veiligheid in de wijk? Want straks ben je weg. Nee, ik bedoel, ik ben een politieman hart en nieren en dat zal ik ook altijd blijven. Ik ben... Daarnaast ook iemand die gewoon altijd heel graag creatief bezig is vanaf dat ik klein ben. Ik schrijf, ik maak ook wel een beetje muziek en ik maak schilderijen, ik maak gedichten en dat is ook een deel van mij. En het is hartstikke mooi als ik dat kan combineren in mijn werk. Weet je, ik heb een boodschap en ik had geen idee dat mensen zo geïnteresseerd waren in die boodschap. Maar om het op zo'n creatieve manier te mogen brengen, dat is wel uniek en ideaal eigenlijk. Ben je een beetje trots op je collega? Ik ben sowieso heel trots op hem. Jullie hebben waarschijnlijk ook RTL Late Night gezien, hoe hij daar zijn verhaal heeft gedaan over etnisch profileren. Ja, superkrachtig. En ik denk dat hij een fantastische boodschap heeft gebracht, ook namens de politie. En wat is je doel? Ik denk dat ik aan beide kanten sta en heb gestaan en veel ervaring heb. Dus dat ik een genuanceerde boodschap kan brengen. En ik vind ook dat waar mensen tegenover elkaar staan in een discussie, dat ze veel meer bezig zijn met hard schreeuwen in plaats van luisteren naar een ander. Daarom sta ik bewust in het midden en zeg ik hoe het voor mij is. En ik weet ook gewoon dat er in die grijze zone heel veel mensen zijn, waaraan heel hard getrokken wordt vanaf beide kanten. En mijn doel is eigenlijk om een stem te zijn voor die grijze zone. Het is niet altijd zwart-wit, het is gewoon heel erg grijs en daar mag je ook gewoon best vooruitkomen. En ik denk, als ik zelf iets mag toevoegen, wat mooi is dat de politie niet alleen een blauw pakje is met gele streep. Ja, dat klopt. Wij zijn ook mensen. Ja, ja, dat klopt.